Vandaag doe ik een Game of Horse versus de beste freestyler van Nederland. Dit keer is het alleen een speciale editie, want we moeten allebei met de Lightning McQueen spelen. Trouwens, bij een horse 1v1 moet je zeggen welk schot je gaat doen. En als dat jou lukt, dan moet jouw tegenstander precies hetzelfde schot doen. Als dat hem niet lukt, krijgt hij een letter. En de eerste persoon met het woord horse, die verliest. Let's go. Oké, de Lightning McQueen, horse 1v1 tegen letterlijk de beste freestyler van Nederland. Hey, zo. We bumpen elkaar gelijk even. Hey, luister, dit is mijn auto, dus ik ben wel bang dat je gaat verliezen vandaag. Ook al ben jij de beste freestyler van Nederland, maakt niet uit. Let op, dubbel flipper set op je bakkers. Nee, grap, succes bro, oprecht. We gaan het gewoon weer leuk maken. 1. 2. Musty. Musty nog? Bro, let's go! Lightning McQueen is mijn auto. Hey, doe het maar na. De Musty hoeft niet. Doet die even. 2 flip resets. Let's go. Oké. Ik heb er nu al zin in, bro. Ik wens je succes. Ja. Speel je veel met deze auto, of niet? Ja, een beetje. Oké. 1. Oh, chill zijn. Ik heb geen reset. I guess je hebt een H, maar jij gaat toch wel recoveren. Ja, Turtle Musty reset. Oké, dat kan ik nog wel, denk ik. Holy moly, bro. Nee, alsjeblieft niet. Nee! Oh, je had het bijna! Oké. Ik had veel te veel reset gedaan eigenlijk. Turtle Adorable Musty. Komt goed. Kan je. Zo! Doet die even. Okay. Twisty de Freestyler? Ja, man. Yo, wat is dit? Hey mensen, like, abonneer voor dit. Dit is echt even een abonnee waard. We gaan gewoon richting die 100.000 mensen. Doe het even. Bam! Mensen, als je de Lightning McQueen nog niet hebt gekocht, doe het dan. En gebruik de code Twisty in de itemshop. Daarmee support je mij gratis. Je doet het. Ja, ga opnieuw. Dat was echt een rare setup ook. Jij mag gewoon opnieuw gaan. Want ik ga je eerlijk zeggen, ik had geluk. Dus mensen, ik gun Vinny hier ook gewoon. Nee, dat is gewoon een gekke skill, hè? Ja, gekke skill van mij. Ik kijk, maar als Vinny gewoon een normale setup heeft, dan doet hij dat makkelijk. Hier. Applaus voor Vin, oprecht. Kijk, weet je wat het is? Ik wist gewoon, jij kon dit, makkelijk. Dit ziet er ook gewoon weer zo clean uit, hè? Bam! Heerlijk. Ceiling reset. Ceiling reset, oké. Moet mij op zich nog lukken. Damn, de Musty de... Oh, hey, ik ga voor een ground pinch boven de 130. Lightning McQueen is OP voor ground pinches, bro. Oké. Laat maar zien dan. Heel OP, je ziet het. Turtle Double Musty. Oké, Turtle Double Musty, let's go, bro. Dat is echt een taal die ik niet kan spreken hier, maar... Oké. Dat is 1 Musty. Jij wil mijn letter geven. Dat wordt wel een lastige, maar... Oh nee, je hebt hem. Wat doe jij? Bro. Mensen, wat is dit? Dit was letterlijk een schot van 30 seconden lang of zo. Wat is dit? Ja, ik kan alleen maar zeggen respect. Mensen, gooi even het blauw duimpje omhoog ook voor Vin, want dit is weer abnormaal. Easy. Ja, maar kan ik. Zie je? Hier, zie je? Oké, ik ga verder naar mijn schot. We gaan door naar de pogo, mensen. Ik heb ook een H nu dus. Kijk, ik zal die zo typen. Oké, pogo. Oké, die was heel clean. Oh nee, daar gaan we weer. Let's go! Dit is mijn specialiteit, soort van. Ik ga even een haartje typen voor het vorige ronde. Oké, nu moet jij de pogo nou doen. Damn, waarom ben ik dit begonnen, mensen? Waarom? Oh! Hey, let's go! Dat meen je niet. Vind je, hoor, je maakt jezelf een veel gewoon kunnen scoren en ik wil weer nog een reset pakken. Bro, jij wil weer de flesjes doen, hè? Ja, zet die oma neer. Ja. Ceiling Musty Double Reset. Ceiling Musty Double Reset. Alright, buddy. Oh, damn. Ceiling Musty Double Tap. Even een goeie nu, kom op, Thomas. Kan je? Ja, dat kan ik meestal wel, maar... Double? Nee, dat was geen goede Musty. Of wel? Tel je hem of niet? Jij mag kiezen. Ik kan wel tellen. Ja? Ja, kijk, de Musty was niet super goed. Het was al een beweging van de Musty, maar hij werd niet echt gescoopt. Hij telt. Maar ik vind wel dat jij 2 pogingen ervoor hebt, mocht de eerste niet lukken. Ja. Gewoon omdat hij niet super was. Ceiling... Musty Double. Oh, ik heb ook een kut Musty. Dus ja, dan vind ik het perfect. Gewoon kiet. Ja, dat is goed. Van Musty naar Reset. Musty naar Reset, is goed. Wow. Wat was dat? Hey, joh. Oké, als we het over pinches hebben, ik ga voor een ground pinch weer. 120 plus. Dan ga ik gewoon voor een reset. Nou, dat zou nog kunnen. Ik denk net eronder inderdaad. 120, oh, let's go. Oké. Okay. Dit is echt een vervelende om na te doen, mensen, geloof mij. Even kijken waar ik dat ga doen. Dan. Denk hier. Van iets verder af ga jij? Nee, oh, dat is er niet. Nee, toch? Nooit. 104. Nee.
Oh mijn god. Ik voel me bijna schuldig dat ik op deze manier punten pak. Hey bro, jij moet een lastige shit gaan doen hier. Ik doe Risa de Mactiv. Risa de Mactiv, oké. Okay. Als dat jou lukt, dan heb jij sowieso een punt. Dus, en het lukt hem. Oké, zal ik alvast gewoon HO typen? Of wat denk je, bro? Ik kan het al proberen. Ik heb nu al de HO getypt. Dat is niet zo heel handig. Editor, ik heb dus nog geen O, maar over precies 5 seconden heb ik één. Hey. Oh! Oh! Ik had bijna de merkte, bro. Oké, okay. Nou, ik heb wel HO, maar ik had hem soort van bijna. Oké, okay, ik moet even nadenken. Ik sta nu nog maar één punt voor eigenlijk. Ik ga gewoon voor een Mustiflick boven 100 km per uur. Nice Mustiflick, Thomas. Ik glij letterlijk met dat bal mee als een soort van kwakzalver. Maar goed, doe jij maar na. Oké, okay, bro, wat ga je doen? Ceiling Reset Musty. Ceiling Reset Musty, oké. Okay. Dat is nog op zich te doen voor mij ook, dat is nice. Double jump? Oh, nice, oké. Okay. Even kijken, Ceiling Reset en dan de Musty. Ja, ik kan dit wel. Ik heb dit wel een paar keer gedaan. Ja, vraag okay. is of ik het nu kan. Vanaf hoever moet ik dat ongeveer doen? Dit is wel prima, denk ik. Nee, man. Ik ben echt een... Oh. Wow, yo. HOR. We zijn allebei op HOR nu. Het gaat op zich best snel. Maar geloof me, bro. Ik ga het jou moeilijk maken vanaf nu. En mensen, wij zitten allebei... Kijk, deze auto... Ik vind hem perfect voor comp. Voor freestylen vind ik hem nog een beetje... Ik moet hem nog even aanvoelen, zeg maar. Oké, okay, Pogo... Klopt. Pogo Musty Double. Even kijken. Oh, jee. Oh. Goal! Oh! Bro, dat was bijna peakshot van Twisty. Ceiling Musty Sidewall. Ceiling Musty Sidewall, oké. Okay. Dat zou iets echt zijn wat ik nooit zou kunnen, dus. Oh, damn, je gaat het nog doen ook. Oh. Oké, Ceiling Musty Double Tap. Oh! Wat een Musty! Holy shit. De Musty Power was nice. Die wil ik even terugzien. Cool. Alleen, ik vind het dan wel jammer dat ik hem zo scheef inschiet. Schip. En schiet hem er dan gewoon echt... Met zelfvertrouwen in. Dan schiet ik hem de grond in. Maar niet uit. Oké, okay, oh, nee. Hij doet het. Hij telt. Volgens de reglementen van het boek telt hij. Hij was alleen niet net zo mooi als die van mij, maar... Ja. Weet je? Oh, jij bent. Yes, ik ga voor iets gek. Ik ga voor een Turtle Airdrubble Misty Psycho. Oké. Okay. Turtle Oh, nee, bro. Dit was wel een van de mooiste onkels die ik ooit op Rocknik heb gezien, maar het was niet wat je zei. Ja, triple reset. Ik ga het ook gewoon doen. Musty Flip reset zijn. Flip reset Musty zijn. Oh ja. Dat was geen triple reset, mensen. Oké, we hebben allebei HOR nog steeds. Yes. Bro, dit wordt leuk. Voor iets dat jij zeker niet kan. Hé, dat vind ik gemeen. sorry. Maar even. Ik ga voor Mactiv Munchu. Oké, is goed. Mactiv Munchu. Oh, ja, dat is niet goed. Oh, jammer. Oké, dan ga ik voor iets wat jij sowieso niet kan. Oh. Een Breezeflick boven de 100. Kan ik dat niet? Nee. Als het boven de 100 is, hè? Dat zou wel eigenlijk wel nice zijn. 102! Oh, nooit! Yes, mensen. Kijk, en dit kan jij niet. Nee, dat kan ik niet. Dit kan je niet, bro. Ik ga weg uit het goal. Ja, zo zet ik de lat van echt op 120. Ja, dat is altijd met dit soort dingen. Ja, de druk is aardig hoog. Maar, sorry. Ja, ik doe hem altijd delayed ook, dus van de merkte nog... Holy shit, ja, nee. Dat is holy... Ga opnieuw, bro. die gun ik je geen eens, gewoon. Je mag opnieuw gaan, bro. Ik zeg eerlijk, ik weet hoe het voelt. Soms is het gewoon zo raar hoe die bal eraf springt. Bro, gaat hij het doen? Wow, yo! Ja. Oh, wacht. Als het boven de 100 is, dan telt hij. Ja? Ja, hij telt. Weet je waarom? Ja, bro. Je deed een... Bro, dit was ook boven de 100 geweest. Vervolgens dubbel je hem erin op een hele mooie manier. Ik vind dat hij telt. Jij mag kiezen, ja? Ik mag kiezen wat jij gaat doen. Ga maar voor een dubbel reset. Gewoon een normale dubbel reset. Misschien pak ik mezelf hier wel mee, maar... Dat is triple. Hij doet het. Dat was triple reset, hè? Okay, nou, ik hoef maar dubbel te doen natuurlijk. Heel clean trouwens, die triple. Hey, volgens mij moet ik jou vaker de opdracht geven voor dubbel. Want doe je gewoon ineens een triple. Ja. Oké, kom op. Nu moet ik ook wel een dubbel resetje neer kunnen landen, hoop ik. 1. 2. Nee! Echt, waarom ben je ook nog voor 3 gaan? Oké. HORS nu. Damn. Dat is niet slim van mij. Ik heb mezelf gewoon een punt gegeven eigenlijk. Weet je, dan ga ik nu gewoon... Uit pure... Ironie ga ik gewoon nu een dubbel reset doen, omdat ik het wel gewoon kan, weet je.
Hoop ik. Nee. 1, 2, hier, kijk. Kijk, easy. En nu lukt hij gewoon. En nu lukt hij jou niet natuurlijk. Hoop Tuurlijk. Ik. Hopelijk. Hé, hey, succes bro. Jij moet nu ook een dubbel reset. Ja. Maar dat vind ik dus jammer. Ik kan het gewoon en dan verpest ik het op zo'n manier. Maakt niet uit. Oh. Ja. Wacht eens even. Je hebt hem. Je hebt hem. Oh my. Als dat op de crossbar ging, had ik zoveel. Damn, oké. Okay. Een daartje geen reset, hè? Nee. Die eerste. En dan heb je hem alsnog gepakt. Turtle Double Musty. Let's go. Dat is 1 Musty. Ja, mensen. Ik ben klaar. GG. Hey. Oh, je hebt geen reset, gelukkig. Ik heb geen reset. Oh. Turtle Air Dribble Musty weer. Ja. Dit is goed. Oké, let's go. Turtle Air Dribble Musty. Nice. Wow, dat is mijn schot van vandaag of zo. Ja, kijk eens even. Dit is toch heel leuk, hè? Ja, deze heb ik eerder gedaan. Maar deze was niet zo mooi als de vorige volgens mij. Maar goed. Weet je, dit is toch maar weer eentje die je daar moet kunnen doen. Ja. Wacht eens even. Oké, bro. Je hoeft niet zo te flexen, man. Kom op. Dit is zo clean ook weer. Top corner ook nog, hè. Damn. Ja, een schildpad, Musty naar de reset. Is goed. Oh my. Je hebt het. Ik kan geen reset pakken. Jammer. Oké, de echte kennis weet wat ik nu ga doen. Pogo. Gewoon een pogo. Waarom zou ik het moeten doen? Een pogo. Daar gaat mijn leven. Bam. Daar gaat jouw S in ieder geval. Ik hoop dat we nu op allebei op horse komen te staan. En dan gaat het om de laatste letter, de E. Maar zover zijn we nog niet. Want jij gaat een pogo wel doen, denk ik. Ja, iemand die me dacht. Ik wil, oh, oké. Okay. HORS. Oh. Let's go. Ik ga voor een ceiling punch double tap. Ceiling punch double tap. Oké, dat zou heel nice zijn. Wacht, je hebt het. Ja, oh mijn god. Je hebt het. Ja. Je hebt het. Je hebt toch. Nee toch. Oh nee. Hij mag wel met bounce, hè? Ja, dat weet ik. Damn, oké, maar hier ben ik heel slecht in. Ik kan wel ceiling pitch, maar dan nog een dubbel pakken. Oké. Oké, mensen. Dit schot gaat bepalen of ik het... Oh. Dubbel? Ah! Nee! Oké, bro. GG. Het was ook geen goede ceiling pitch dat. Je was ook duidelijk betere partij hier. Mensen, ik vond het wel heel leuk om te doen. Ik hou nog steeds van de Lightning McQueen. Of ik hem zou gebruiken als ik freestyler was, dat denk ik niet. In ranked gebruik ik hem zeer zeker. Finn, dikke GG naar jou. Je was weer insane. Mensen, als er een volgende auto komt, dan gaan we dat ook zeker opnieuw doen, bro.